Ooit zei Etienne Schoppen dat hij een kookcursus zou volgen wanneer hij uit de politiek stapte. Het moment lijkt gekomen om de uitredende staatssecretaris te vragen of hij die belofte nakomt. Nu hij zelf zegt er politiek mee te kappen. Etienne Schoppen, welkom bij Actua TV. U loopt een beetje op uw laatste benen als staatssecretaris. En u hebt meteen ook al bekendgemaakt dat u uit de nationale politiek stapt. Was dat naar aanleiding van het cooptatieschap van de Senaat waar u naast gegrepen hebt? Ja, twee zaken. Ten eerste de laatste benen. U weet dat wij in lopende zaken blijven tot er een nieuwe regering is. En als ik de evolutie van de jongste dagen en de verklaringen van de jongste dagen hoor, heb ik zo niet de indruk dat wij morgen of overmorgen reeds onze valiezen zullen moeten pakken. Ik heb zo'n beetje het gevoel dat er nog heel wat water door de vervuilende zennen zal lopen alvorens dat wij aan een nieuwe regering zullen zijn. Nu, wat betreft mijn persoonlijke situatie, ja, ik had een zeer mooie uitslag in een partij die duidelijk achteruit gegaan is. Met 70.000 stemmen had ik een penetratiegraad welke met 0,5% verhoogd was. Dus ik had een goed resultaat, maar ja, door de verdeling van de zetels is de vijfde zetel die we lange tijd gehad hebben, is weggevallen. En dat was de zetel die aan mij toekwam. Ja, ik had dan gehoopt en in zekere zin zelfs verwacht, rekening gehouden met datgene wat ik toch binnen deze regering de termen 2 heb gedaan. 1 en 2 en ook onder Van Rompuy op het vlak van de mobiliteit toch heel wat zaken vernieuwd. Had ik gehoopt en verwacht dat ik die cooptatie zou verwerven, maar ja, die reglementen zijn nu eenmaal gemaakt in tempore non suspecto. En de manier waarop het verlopen is, is niet bepaald van aard geweest om de paarden die naar mijn gevoel in de haven verdienden, ook effectief de haven te geven. Ik spreek niet alleen van mezelf, er waren ook andere kandidaten, collega's, die ook zeer goed gewerkt hebben en die ook eigenlijk vrij snel op een zijspoor gezet geweest zijn. En dat vind ik toch wel wat spijtig, ja. Ja, want dan moeten we dat nu interpreteren, dat signaal dat iemand zeer jong die zetel krijgt toegewezen. Ja, ten nadeel van toch een aantal mensen met veel ervaring. Wel, moeten we dat interpreteren? Daar moet eigenlijk niet veel uitleg over gezocht worden. Peter Van Rompuy had op zichzelf ook een behoorlijk goed resultaat, maar het is voornamelijk de massale aanwezigheid van jongeren op die fameuze algemene vergadering. Die massale aanwezigheid heeft hem zo sterk gesteund en heeft eigenlijk de balans in zijn voordeel laten overhellen. Wij moeten natuurlijk van de ogen zien en ik denk dat de partij naar de toekomst toe daar conclusies zal moeten uittrekken. Het is niet op die manier dat men eigenlijk de cooptatie doet. De cooptatie moet eigenlijk een aanvulling zijn voor de werking van een partij in het parlement en niet zomaar een ik zou bijna zeggen een loterij, waar alles afhangt van toevallige factoren en vooral van het optrommelen van een groot aantal mensen. Dat kan niet en dat is ook niet goed voor de werking van een partij en ook niet goed voor de werking van het parlement. En dat betreur ik wel een beetje. Ja, maar we hebben ook deze week het toch ja, niet erg mooie schouwspel gezien van de twee Vlaamse ministers die even een stoelendans doen om benoemd te worden federaal, dan terugkeren naar de Vlaamse regering. Moeten we heel dat systeem niet gewoon herzien? Dat moet herzien worden. En Geert Bourgeois heeft een soort de neiging van iedereen de les te gaan spellen. Hè? En altijd met het vingertje rond te lopen wat mag en wat niet mag. En wat hij uiteindelijk deze week heeft uitgespookt. Wat Philippe Muiters betreft, daar ga ik niet te veel commentaar op geven, want die man die had geen parlementair mandaat. Hij zit wel in die Vlaamse regering vast tot in principe 2014, maar je weet nooit wat er vroeg of laat ooit gebeurt. Voor Philippe Muiters kan ik wel een zeker begrip opbrengen, maar Geert Bourgeois, die altijd de anderen de les wil lezen en doodeenvoudig zeggen wat moet en niet moet en zo'n beetje eigenlijk de zielenknijper wil zijn, dat hij dan zich met zo'n zaken bezighoudt, dat vind ik in zekere zin, voor hemzelf en ook voor zijn partij, in zekere zin onterend. Zoiets doet men niet. Dat is doodeenvoudig een calculatie. En die man die heeft naar de toekomst toe het zwijgen over dat soort dingen. En ik denk dat de politieke partijen, alle politieke partijen, er belang zouden bij hebben van daar klare en duidelijke wijn te schenken. Wanneer men kandidaat is op een welbepaalde lijst en men is verkozen, dan moet men dat mandaat aanvaarden en moet men de andere mandaten laten liggen. Punt. En dat is natuurlijk een klein beetje een pervers gevolg van het feit dat het politiek personeel
niet erg groot in aantal is, op de eerste plaats. Ten tweede dat die verkiezingen gespreid zijn en dat elke partij met zijn sterkste pionnen naar buiten wil komen. En dan heeft men dit soort zaken als resultaat en ik denk dat daar toch wel met paal en perk aan gesteld worden. Dat maakt eigenlijk het politiek bedrijf ongeloofwaardig naar de mensen toe. De modale burger die de politiek niet dagelijks van binnenuit beleeft, die leest dat in de kranten, die ziet dat en hoort dat in de media en die zegt, ja, wat is dat voor een zootje? En dat is niet goed voor de politiek, dat is ook niet goed voor de politieke partijen en dat zal zeker en vast negatief zijn voor N-VA. Zoiets doet men niet. Mm-hmm. Maar als je die consequentie doortrekt, kopstemmen, opvolgers, zijn eigenlijk instrumenten die gemaakt zijn om partijen meer invloed te geven bij die invulling van dat politieke personeel? Ja, en dat is juist en ik kan voor een stuk inkomen in de basisgedachte dat men op die manier nieuwe jonge mensen in de politiek moet krijgen. Maar de berekening is nog niet gemaakt voor wat betreft het nieuw samengestelde parlement. Maar de gemiddelde periode van het parlementair mandaat zal waarschijnlijk nog korter bij de gemiddelde 2 mandaten, dus een 8-tal jaren zijn. Nu, u weet dat iemand die op jongere leeftijd aan politiek doet een parlementair mandaat heeft, als die maar 2 of 3 mandaten kan hebben, wanneer dat mandaat gedaan is, staat hij in the middle of nowhere. Mm-hmm. En dan kan hij beginnen met een totaal andere carrière op te bouwen. En dat is niet altijd makkelijk, omdat men een welbepaald etiket op zich gekleefd weet. En ik vind dat men er toch een klein beetje op moet rekening houden. En met de continuïteit in het politieke beleid. Dan kan misschien de partijverantwoordelijke sterken in hun ego van, kijk, ik kan met mensen spelen, maar dat is naar mijn gevoel niet goed. Het is vooral, zij moeten ook continuïteit hebben in het politiek beleid. En mensen die in het parlement hun werk doen, hun werk goed doen, belonen door dat over voldoende lange tijd te hebben, zodanig dat die mensen daar werkelijk een beroep kunnen van maken. Want zoals men nu bezig is, gaat men eigenlijk evolueren naar een parlement van mensen die naast hun parlementaire mandaat nog een ander vrij beroep hebben, dat bijna in reserve gehouden wordt voor de dag dat zij hun parlementair mandaat verliest. Maar dat mag het eigenlijk niet zijn. Men moet zich in het parlement volop kunnen geven. Ik zou bijna zeggen 365 dagen per jaar en niet tegelijkertijd een slag om de arm houden om de dag dat men eruit valt iets anders te kunnen doen. Dat is niet goed voor de politiek. Dat is ook niet goed voor de werking zelfs van de partijen binnen het parlement. Want uiteindelijk de continuïteit en de kennis die men opdoet in de loop der jaren, die gaat op die manier eigenlijk veel te gemakkelijk verloren. Ja, maar wellicht moeten politici daar leren mee leven, want de volatiliteit van de kiezer is nog nooit zo groot geweest. Je ziet hele blokken kiezers verschuiven op een redelijk merkwaardige manier. Dat is ook een nieuw fenomeen, dat is juist. En dat heeft ook, wat u aansnijdt, is volkomen correct. Maar dat betekent ook dat mensen die inhoudelijk het talent hebben om in de politiek positieve dingen te doen, dat zij misschien niet 1 keer, niet 2 keer, maar 7 keer zullen nadenken alvorens de stap te zetten. En dat zij uiteindelijk, vele van die mensen hebben familiale verantwoordelijkheden en zo verder, hebben professioneel ook een en ander opgebouwd. Die mensen zullen toch wel ernstig twijfelen alvorens ze die stap gaan zetten. En dat is ook niet goed. Men moet inhoudelijk kwalitatief ook mensen kunnen aantrekken die ervan uitgaan dat ze daar een zekere carrière kunnen opbouwen. Mm-hmm. Als we naar uw carrière kijken, u hebt eigenlijk carrière gemaakt grotendeels binnen de NMBS, de spoorwegen. Altijd een beetje met een voet hoog in de politiek. U hebt een tijdje op kabinet gewerkt, dan terug naar de spoorwegen gekeerd. Ja. Hoe kijkt u daar zelf op terug? Wel, laten we zeggen, in een zekere zin ben ik een atypische politicus geweest. Aangezien ik bijna een ganse carrière opgebouwd had binnen de spoorwegen. En het is juist dat de leiding hebben van een openbaar bedrijf in België en de Belgische politiek niet verstaan, niet begrijpen, dat kun je niet uithouden. Dat kun je niet uithouden, dood eenvoudig, omdat de manier van redeneren van politici anders is dan, wat we zeggen, van de normale voorzitter van de Raad van Bestuur en zo verder. De benadering is totaal anders. Ik heb, wanneer ik bij de spoorwegen ben moeten weggaan, eigenlijk om politieke redenen, laten we duidelijk zijn, dat mevrouw Durand, die stond onder dergelijke zware druk, dat zij uiteindelijk dingen heeft uitgedacht en uitgewerkt die per slot van rekening met het beleidsmatige niks meer te maken hadden. Op dat ogenblik was mijn toetreden tot de politiek bijna een reactie tegen datgene wat ik beschouwde als zijn een grove onrechtvaardigheid tegenover mij.
En in deze zin ben ik een atypische politicus, dat ik per slot van rekening al een ganse professionele carrière achter mij had. En dat ik bijna op de afronding van die carrière in de politiek ben gaan stappen. En ja, dat ik met een beroepservaring kon opstarten, dat ik een en ander niet meer moest leren. Want zelfs in mijn vroegere functie was ik zeer veel in het parlement, was ik frequent in de commissie om toelichting te geven, om uiteen te zetten wat we aan het doen waren, waar we naartoe wilden en zo verder. Dus ik had toch wel van het sausje al geproefd. En dat is natuurlijk anders dan datgene wat jonge mensen eventueel in de politiek hoeven doen. Ja, u hebt altijd ook zeer goed met de media kunnen omgaan, ja. Ook als NMBS-topman. Hoe hebt u die media zien evolueren over die periode? Wel, om te beginnen moet ik zeggen dat het belangrijk is voor zowel voor maatschappijen die een openbare dienst verlenen, als voor de mensen die in de politiek zitten en daar ook de openbare dienst moeten dienen, is het belangrijk dat de buitenwereld weet wat men aan het doen is, dat men op een transparante en een correcte manier communiceert. Dat is zeer belangrijk. Wat heb ik zien evolueren? Dat is dat de media zelf zijn meer geëvolueerd dan de instellingen. Waarom? Omdat bij de media, het is mijn aanvoelen hoor, ik kan daar een foute inschatting maken, maar in het verleden kon men veel gemakkelijker aan een journalist zeggen, kijk, we zijn daar en daar en daar mee bezig, dat zal tegen dan klaar zijn, tegen dan kan ik u wel een primeur bezorgen of kunnen we met iets naar buiten komen dat echt belangrijk, interessant is en zo verder. Vandaar de dag is de competitie tussen de verschillende actoren binnen de media zodanig groot dat vanaf het ogenblik dat er ook maar een klein tipje van de sluier gelicht wordt, dat men onmiddellijk deze zaken in de openbaarheid brengt, dikwijls en veel nog op een zeer onvolledige en dikwijls zelfs incorrecte manier. En dat is toch wel niet goed, ook niet voor de geloofwaardigheid van de media. Want achteraf, wanneer er dan de juiste mededeling naar buiten komt, zegt men niet wat er ondertussen veranderd is, gaat men ook niet de moed hebben van te zeggen wij hebben ons toen vergist of het is anders uitgedraaid en zo verder. Er is daar, dat geeft zo het gevoel alsof dat de mensen binnen de media, de journalisten, alsof dat zij hun job maar voor de helft of voor een kwart doen, wat niet juist is. Maar de druk van de uitgevers en zo verder, van de eigenaars van die media, is zodanig groot dat ze telkens met nieuwigheden moeten naar buiten komen, dat ze primeurs moeten hebben en dat ze eigenlijk lezers moeten aanlokken en de geloofwaardigheid leidt eronder. En dat is toch wel een evolutie die ik persoonlijk niet erg hoog inschat. En we stellen vast dat dat niet alleen een zaak is in België, ik zie ook wat er in andere landen gebeurt en de zogenoemde kwaliteitskranten, zelfs belangrijke grote kranten, en ik ga geen enkel Belgisch voorbeeld nemen, maar als we zien wat er met een krant als Le Monde gebeurt, weliswaar links van inslag, maar toch geroemd omwille van zijn kwaliteiten, op welke manier dat er daar moet geageerd worden om die krant kopje boven water te houden, dat de journalisten zelf tussen moeten gaan komen om een welbepaalde keuze te forceren, zou ik in zekere zin zeggen, wel, dat geeft toch wel aan dat zelfs in grote taalgebieden en in grote landen de kwetsbaarheid van de media groot is geworden. En dat is een evolutie die ik echt niet graag zie. Dat is niet goed, dat is ook niet goed voor de democratie. De